Maandag is in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek de expositie Veelzijdig Extremisme geopend. Deze tentoonstelling gaat over onbekende facetten van de SS. Veel mensen in het hele land waren vooraf niet te spreken over wat zij zien als vermenselijking van oorlogsmisdadigers. Wat we met deze tentoonstelling over de SS willen doen, is het complete brede beeld van die organisatie laten zien. In sommige gevallen is het beeld incompleet. De Holocaust is een heel breed verhaal dat zich niet alleen tot de kampen heeft beperkt. Die geschiedenis speelt zich in allerlei facetten van de samenleving, speelt die zich uit. We hebben hier een stuk over de SS, dat gaat over het bedrijfsleven. Daar laten we zien dat de SS een porseleinfabriek had. Ze hadden een steengroeven, ze hebben een uitgeverij gehad. Ze deden van alles en nog wat. En de rode draad die al die activiteiten met elkaar verbindt, is het menselijk lijden. Die bedrijven werden vrijwel allemaal gerund met behulp van slavenarbeid. Voordat de kampen bestonden, werden mensen gewoon simpelweg doodgeschoten aan de voet van enorme massagraven. En met dat willen wij laten zien dat dat criminele karakter van de SS zich veel verder uitstrekte dan wat in het algemene beeld over die organisatie bestaat. Schrijver Kader Shafiq liet via Facebook weten te betreuren dat de SS in de expositie als multicultureel aangemerkt wordt. Ja, ik kan me voorstellen, dat is ook een taak van zo'n museum om mensen in staat te stellen om te reflecteren op de geschiedenis. Maar hoe dat naar voren is gebracht, daar hou ik mijn hart vast. Hè. Het is hetzelfde als straks een museum of een organisatie zegt, de jongeren die bij islamitische staat horen, laten we ook de goede kanten van hun belichten. Zo'n zwarte pagina moet ook niet wit gewassen worden. In ons persbericht en in onze flyer wordt gesproken over een multiculturele SS. En dat is gewoon een droge feitelijke constatering. Meer dan 30 nationaliteiten en een hele hoop culturen waren verenigd onder de vlag van de Waffen-SS. Iedereen is welkom om de tentoonstelling te komen bekijken. Ik kan niet spreken of zij over het feit of zij hun gedachten gaan veranderen op basis daarvan. Maar ik kan wel zeggen dat deze tentoonstelling zeer gedegen in elkaar zit.